En er kwam goed nieuws uit de rechtbank deze week voor de treffers. De VVSIS won een rechtszaak van Achilles 29. En dus kunnen er 3 spelers van het zwart-witte gedeelte van Groesbeek de overstap maken naar het rood-zwarte gedeelte van dat voetbalbolwerk. Boy van der Beek, Niek Verstegen en Niels Wouters. Dit is Evan Riel met de eerste inzet van de wedstrijd. AFC, 15 punten, 3 minder dan de treffers. De Amsterdammers wel in vorm geraakt sinds de komst van Ignacio. Die geeft hem hier aan Jesse. En die schiet de 0-1 tegen de touwen. En natuurlijk het bedankje voor Ignacio, die niet zelfzuchtig is en goed het overzicht bewaart. Ignacio sinds zijn komst in de winterstop van Kozakken Boys. Heel belangrijk voor de AFC. Dat zie je ook terug in de resultaten. Een gelijkspel en een overwinning tot nu toe. En nu dus ook weer op voorsprong. Maarsdorf. Een fel gevecht. Dat is Jansen nog. En die andere Jansen van AFC blokt hem. Hendricks. En die raakt de bal niet helemaal lekker. Zo komen de treffers wel ietsjes beter in de wedstrijd. Het valt wat meer aan. Krijgt ook wat kansen. Ja, er staat nog wel altijd 0-1. De Bond. Daar is Gijssen. Ah, die raakt de bal helemaal verkeerd. Daar ontsnapt AFC. Een goede kans voor de treffers. Ignacio goed verlengd op Van der Brink. Die probeert het ineens. Ja, waarom ook niet? Het scheelt niet veel. De treffers na 2 nederlagen in 2018 eigenlijk weer een beetje terug bij af. Terwijl AFC met die 4 punten juist een beetje uit het dal klimt. Met dank dus aan die Ignacio die er hier vandoor is. Legt hij hem weer breed of doet hij het zelf? Hij doet het laatste. En ja, achteraf kan je altijd zeggen dat is niet het juiste. Dus blijft de spanning nog even aanwezig op Sportpark Zuid. De Bond. En dit is een domme overtreding van Grootvaan. Maar hij heeft al geel. En dit is een blok waar ze bij volleybal trots op zijn. Robin! Logischerwijs een tweede gele kaart. En dus rood voor Grootvaan. Dus moet AFC het met 10 man nog een paar minuten uitzingen. Als de treffers weer gaat drukken. De lange bal. Ignacio van der Brink, hou hem eventjes vast. Of doe een schot. Ja, tuurlijk. Wat een pegel. Tom van der Brink. Een geweldige goal. En natuurlijk ook feest bij Ignacio. Die weer in de rol als aangever kruipt. En van der Brink krijgt niet zo makkelijk kans als Jesse eerder in de wedstrijd. Maar rond hem wel heerlijk af. AFC wint van de treffers met 2-0.